Oh nee, oké. Check eens even de stoel. Een glaasje nonchalant, een kopje koffie, een tijdschrift. Wat Whitney is er weer. Dank je. Deze zwarte spiegel, die wil ik eigenlijk houden. Het is een mooie dag vandaag. Want er wordt een fornuis geleverd. Check de kat van Sanne. Deze. Nee, deze dan. Ja. Oh, katlief op de achtergrond. Hij heeft nou net een plekje gekregen. Nou, weet niet, ik ben 7 en dag. We gaan beginnen. Ja, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik wilde zeggen, de week is opnieuw begonnen. Maar dat is niet zo, het is zaterdag. Ik ga zo naar Amsterdam met mijn kerstverse hubby. Want we gaan uit eten in het vernieuwde Apollo Hotel. En er zit een heel mooi restaurant bij. Dat heet Baudon La Grande Brasserie. Nou, dat zegt natuurlijk, of belooft natuurlijk heel veel. En wij gaan een avondje uit eten. Lekker eten, heb ik gewoon zin in, hoef ik niet te koken. We wonen natuurlijk in Haarlem, dus we pakken zo de auto. Het is ontzettend pokken weer, maar we hebben gewoon een auto. Dus op naar Amsterdam. En een avondje uit eten vraagt om mijn nieuwe schoenen. Waar zijn ze van? Oh, Sandro. Van Sandro. Dus die ga ik even aan. Apollo Hotel en het regent keihard. Dus we gaan nu naar buiten. En we gaan hier door een hal, helemaal botanisch. Wauw, ik vind het wel heel cool. Check eens even de stoel. Duifjes, ja, moeten even kozen in het hoekje. Het leuke van het restaurant is dat ze behang hebben op het plafond. En dan krijg je dit dan als effect. Ik vind het echt heel goed werken. We hebben besteld langoustines als voorgerecht. En daarna ga ik aan de tourbillon. Dat is wel het duurste van de hele kaart. Dat doe ik normaal nooit. Maar ik had gewoon zin. We gaan waarschijnlijk eindigen met het toetje crepe Suzette. Ik kreeg zojuist getikt. Die wordt aan de tafel genomen. Dat is wel heel benieuwd. Gruwelijk. Nee, ik bestel het namelijk nooit. Ik vind het gewoon een beetje zielig. Nou, dit is mijn hoofdgerecht. Een lekkere tour de dough. En er is zojuist truffel op geschaafd. Of geraspt. We hebben frietjes. Nou, denk je dat er genoeg is? Oké. Wat hebben we leeg? Ik ben in het huis van Sanne van Estelle.com. Ging het goed? Ging heel goed. We hebben weer een huistour gefilmd, want Sanne is half jaar geleden verhuisd. Ja. Om de hoek, hè? Om de hoek gaan wonen, nog steeds in Haarlem. 3 minuutjes van mijn huis. Ja. En ik heb zojuist haar huis gefotografeerd. Ik ga nog filmen. En het ziet er prachtig uit. Toch heel anders. Ja, toch, hè? Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de foto's. En het filmpje. Ze heeft heel mooi flamingo behang, maar die laat ik jullie zo wel eventjes zien. Ja. Dus wil je meer weten over Sanne, check dan even onderstaan de link. Of kijk even snel naar mijn site voor de complete huistour. Ja. Check de kat van Sanne. Kijk eens, wat een liefie. Ja, je bent ook zo mooi. En haar hele huis ziet er zo mooi uit. Check eventjes deze mooie houten deur en vol peper. Ja, je bent echt een ontzettende flirt. Oh mijn god. Flamingo's in de babykamer. Dit is... Als ik dit zie, wil ik spontaan een dochter. Kijk nou zo mooi. Oh, deze is ook heel leuk. Deze. Oh, kijk deze dan. Ook heel leuk. Ja, ik kan hier wel wat mee.
Het is echt vandaag herfstachtig. Veel windstoten. Ik heb net mijn haar even weer gekamd, maar het zat overal en nergens. Ik kwam echt zo thuis. En ik heb weer mijn dikke trui aan, want ik heb het gewoon hartstikke koud. Want in Italië was het natuurlijk veel warmer. Maar vandaag is donderdag, bijna weekend. En Renata komt werken hier. We gaan brainstormen over nieuwe rubrieken. En ik ga nu even een lekker broodje voor maken. Ik ga een heel lekker broodje voor Renata maken. Kijk, dit ga ik maken. Een heerlijk bruin broodje maken met kalkoenfilet, truffelmayo en rucola. En we hebben natuurlijk extra vitamintjes. En omdat we zo gezond bezig zijn, gaan we straks aan de gevulde speculientjes. Ik zou je eens vertellen, ik betaal bijna 5 euro elke keer voor zo'n broodje. Maar ik heb hem nou nagemaakt en hij ziet er eigenlijk lekkerder uit. Nou, ik heb even een geurkaarsje aangedaan. Een muziekje aangezet. Maar dit is dus voor vandaag Interior Junkie HQ. Daar zit ze dan. Renata. Stond ze vandaag zijknat voor de deur. Want ze belandde in een stortregenbuitje. Maar het gaat goed, hè? Ze heeft een föhn gebruikt. En je hebt je sokjes aan, hè? Ik heb sokken aan. Ja, zie je. Ze heeft mijn mooie sokjes aan. Kijk. Zo, Renata heeft lekkere chocola. Zure matten. Ik heb voor speculaas gezorgd, maar ook vitamintjes. En we zijn even gezellig aan het werk, hè? Ja. Oh, Katlief op de achtergrond fungeert ook weer. Vandaar. Dus het is een goed thuiswerkdagje. Voor herhaling vatbaar. Nee, maar volgende week gaan we weer lekker naar Amsterdam. Het is eindelijk is weer zonnig. Het is echt een super mooie dag. Het is heel zonnig buiten. Dus ik heb even mijn raamkleding helemaal omhoog gedaan. Want ik ben mijn eethoek aan het fotograferen. Mijn eettafel. Daar moet ik nog een shoot mee doen. Dus die komt eraan. En ik ben nu aan het beginnen. Alleen, dit is er gebeurd. Een paar dagen geleden. Dit plankje is gevallen. Kijk, je ziet hier nog een beetje. Dus die moeten we nog eventjes goed vastzetten. En, nou, is wel een leuke setting. Gesteld met plantjes en quasi nonchalant. Een kopje koffie, een tijdschrift. En dan ga ik er zo mee op de foto. Deze tafel kon je al zien in een van mijn vorige vlogs, toen die werd bezorgd. En het is een hele mooie, sorry, een hele mooie massief oude tafel van zwaar tafelen. En kijk, hij komt met een boodschap. Er staat op zijn kop Interior Junkie groetjes zwaar tafelen. Dat vond ik nou heel erg leuk. Ik wilde ook een tafel wat mooi bij onze designstoelen past. Deze zijn de Hans Wegener Wishbone Chairs. En het blad is meer de tint van de zitting. Want hier, deze tint hadden ze niet echt dat blanke hout. Maar ik vind het toch wel heel goed matchen. Ik ga zo even mijn haar krullen. Want Whitney komt zo over 2 uurtjes. Want we gaan een eerste video maken in samenwerking met Rituals. En jullie konden de eerste natuurlijk al zien op mijn site. Met een hele leuke winactie. Je kunt nog sfeer makeovers winnen door mij. Dus meld je vooral even aan. Kijk, hier liggen al wat producten. Ik ga de eerste video schieten. Want daar ga ik live. Of tenminste, in de video ga ik dan vertellen over mijn favoriete geur in huis. Ik heb 1 favoriete geur. En daar ga ik een video mee maken. Waarin ik vertel wat de geur voor mij betekent. Want het heeft een hele bijzondere betekenis voor mij. Whitney gaat het schieten. Ik huur haar vaak in voor commerciële video's. Omdat het altijd zo snel af moet. En zij goed kan filmen en heel snel is. Dus vind ik ook leuk om Whitney te zien. Echt zo lang geleden weer. Even mijn haar in de krul gedaan. Want het is feest vandaag. Want Whitney is er weer. Nee. Ik heb je zo gemist. Ja, echt. En kijk, Whitney heeft kort haar. Staat je goed, Wit? Dank je. Staat je heel goed. Zijn we er klaar voor? Ja, ik ben klaar. Ja? Jij moet alleen ik ben zitten. Beetje, ja, oké. Ik ga dus hier zitten. En we gaan de intro opnemen. En dan gaan we straks alle detailshots doen. Maar dan hebben we het ergste gehad. Wat voor shot gaan we nu doen, Wit? Nu mag je op de bank zitten. Ja. Cozy. En dan mag je het theezakje eruit halen. Oké. Okay. Ik hoop dat me dat gaat lukken. Dat hoop ik ook. Het is echt heel moeilijk. Oh. Pinky, van de stoel af. Hek, van de af. Hek, op de af. Kijk, wat is dat? Ja. Nee, van
Dat was wel leuk. Want je ziet gewoon dat ze achterlangs lopen. Ja, ik denk dat, zeg maar dat je even erheen loopt. Of vanaf beneden naar boven. Oh, ja. Of dat ik jou film dat je vanaf hier de kamer binnen loopt, zeg maar. Ja. Dat is iets meer... Oké. Okay. Klaar met filmen? Nee. Ging goed, hè? Ging heel goed. En Whitney liet zojuist even haar site zien. Whitney heeft een hele leuke site. Ze filmt niet alleen, maar ze heeft ook een hele leuke blog. Ja. Wat is de URL? Misohungry.nl. Kijk, en ze schrijft over alleen maar leuke, het recht waar je lekker kan eten. Lekker eten. Maar waar het interieur ook mooi is, hè? Ja. Nog binnenkort weer een video schieten met Whitney. Ja. Spannend. Ja, ik weet er nog helemaal niks van. Nee, ik ook niet. Ik moet even denken met de planning. Nee, het wordt sowieso eind... Ja, deze samenwerking loopt tot eindje naar jaar. Dus misschien de volgende maand al. Ja, ja, ik weet niet. Ik ben zeven en dag. Mooie dag vandaag. Want er wordt een fornuis geleverd. Eindelijk. Ik heb er heel lang op moeten wachten. En de hele keuken is nou opengebroken. Dus een fornuis is best wel welkom. Dus ik ga hem zo uit. Dit is hem. Onderste gedeelte gasfornuis. En bovenste twee waarschijnlijk de afzuigkap. En hier zie je de keuken. Vaatwasser. En de frontjes. Zoals je ziet, kijk, het is niet een hele grote keuken. Het is wel een grote ruimte, maar... Het is eigenlijk alleen hier de onderkant. En we krijgen dan twee bovenkastjes. En dit wordt de bakstenen muur. Allemaal vrijdag wordt de bakstenen muur gecreëerd. En daar ben ik heel blij mee. Ach, deze batterij ook weer op. Oké, ik ga stoppen. Het is donderdagochtend. En ik heb zo een shoot voor Karwei. De eerste in mijn huis. Ik ga er in totaal 4 doen. En 3 ga ik bij vriendinnetjes thuis doen. Want ik ga ze verrassen met een mini makeover. En 1 stel doe ik in mijn eigen huis. Met geleende spullen. Ik breng het weer terug naar de bouwmarkt. En maar mijn vriendinnetjes mogen het houden. Dus dat vond ik heel leuk. Ik was een beetje Sinterklaas aan het spelen. Ik ga de trend City Loft uitlichten in mijn eigen kantoor. Ik moet alleen even een leuke theekarretje in elkaar zetten. Maar goed. Eitje. En dan ga ik een soort van gezellig drankhoekje maken. Of een gezellig loungehoekje. Dus ik ga nu de tea trolley in elkaar zetten en dan ga ik schieten. En vanavond gaan we iets heel leuks doen. Wel leuk om te weten, misschien hebben jullie het al gezien, maar deze serie die ik maak in samenwerking met Karwei komt ook op FIFA.nl. En wordt dan weer doorgelinkt naar mijn site. Dus daar ben ik best wel trots op. Vind ik echt super leuk. En deze zwarte spiegel, die wil ik eigenlijk houden. Zie? En ik vind het echt een heel mooi hoekje. En ik ga er zo even zitten voor het beginbeeld. Dus ga ik nu even gaan beginnen. Heel iets leuks bedacht. Ik heb hier een plan. Hier zo. Deze. Een luchtzuiverende plant. Die staat altijd bij ons in de slaapkamer. Maar ik had van Karwei een leuk fotolijstje. En daar kon je wat in doen. Dus ik heb er een blaadje vanaf geknipt. Oh, even reflectie. Ja, kijk. Ik heb hem er zo in gedaan. Mooi, hè? Heel mooi. En natuurlijk een zandloper. Ik zag ze bij de IKEA ook al, zandlopers. Dus ik denk dat we weer een trend te pakken hebben. Dus mijn haar gekruld, iets minder. Het is al een beetje uitgezakt. Dus heb je dat ook wel eens? Dat je de ene dag blijft de krul heel lang zitten en de andere dag weer niet. Dus, maar goed, het zit wel iets van slag in. Dus het is toch wat. Wat jullie niet weten, is dat ik deze shoot de hele tijd heb gedaan met rugpijn. Ik heb ontzettende rugpijn. Het schoot er een beetje in.
Maar misschien van dat sjouw van die enorme spiegel hierachter. Maar ik heb een beetje rugpijn. Dus ik ga nu nog even een paar kleine dingetjes doen. En is je shoot klaar? Volgende week ga ik dus bij het eerste vriendinnetje een mini makeover doen. En daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik ga hem ook zo klaar maken. Want ik ga naar Rotterdam zo. Laat ik jullie zo even zien. Ja, de hubby belt zojuist. We gaan eventjes kijken naar een werkblad voor de keuken. Die hebben we bijna uitgezocht. En we gaan het bij een groothandel voor natuursteen. Of een natuursteenhandel. Gaan we heen hier om de hoek. Dus we gaan even kijken. En laat je even zien. Want het zijn drie verschillende soorten volgens mij. Eén is wat drukker dan de ander. Het is een beetje wel natuursteen. Het is geen marmer. We gaan even kijken. Dus ben benieuwd. Heel lang in de file te hebben gestaan, maar ik ga vanavond eten in de Euromast, 100 meter hoogte met de hubby en het is een herfstdiner en ik ben heel erg benieuwd en waarschijnlijk gaan we nog de zonsondergang zien, dus ik ben heel erg benieuwd. Minor detail, de hubby heeft hoogtevrees. Super mooi plekje. Kijk eens hoe romantisch. Vertel toch net dat de hubby hoogtevrees heeft. Kijk. En hij heeft nou net een plekje gekregen bij het raam. Net naar het hoofdgerecht. Toetje komt nog, maar kijk eens wat een mooi uitzicht. Zo. Je hebt dus ook een suite bovenop de Euromast. En dan slaap je hier met dit als uitzicht. Oh, maar jullie wonen in Rotterdam. Ja, klopt. En dat stuk eigenlijk. Oké, ja, je kan meteen aanwijzen. Ja. Kan je wel zien? Ja. Ja, dat was weer mijn nieuwste vlog. Ik hoop dat jullie hem hartstikke leuk vonden. Ik heb een heerlijk plankje naast me. Die heb ik zojuist gefotografeerd. Dat gaan jullie zien in mijn volgende vlog. En leuk nieuws, althans leuk tussen haakjes. We zijn weer aan het verbouwen. Jullie hadden het waarschijnlijk al gezien op Instagram. We zijn bezig met een nieuwe keuken. Hele heftige klus. Op het moment van dit shot ben ik er helemaal klaar mee. Ik heb heel veel leuke shots gemaakt. Dat gaan jullie zien in mijn volgende vlog. Dus ik hoop dat jullie deze weer heel erg leuk vonden. Dan weer graag de duimpjes omhoog. En ben je abonnee? Het zou heel leuk zijn als jullie gaan abonneren. Het gaat echt weer goed. De teller gaat steeds meer omhoog. En een leuke reactie. Vind ik ook heel erg leuk. En dit plankje moet op. Het is zonde om het weg te gooien. Dus ik ga maar even lekker oppeuzelen. Dus tot de volgende video. Doei!